Ja, en wederom twee nieuwe gezichten van AC, Alex Ilopoulos. Ik hoop dat ik het goed uitspreek, Alex. En de trainer van Olympia, Marcel Vondeling. Marcel, welkom in het LAV-nest vanavond. Wat een eer, dankjewel. Niet toevallig jullie aan elkaar gekoppeld, want dat was zaterdag ook zo. Een opvallende uitslag, denk ik, te mogen zeggen. Maar is het nog wel zo opvallend dat AC zo goed presteert? Ja, goede vraag, denk ik. Ik denk dat het nu geen toeval meer is, overwege het seizoen, zou ik zeggen. Ik denk zeker thuis, als je kijkt naar onze resultaten, volgens mij hebben wij thuis op gras niks verloren. Eentje gelijk gespeeld, de rest allemaal gewonnen. Even zeg ik uit mijn hoofd. Ja, daar zijn we gewoon een heel moeilijk te kloppen ploeg. Je haalt meteen een belangrijk punt aan. Dat gras van jullie, daar wordt al jaren over gesproken. Lastig voetballen, maar jullie kennen elk polletje, lijkt wel. Ja, dat zou je kunnen zeggen inderdaad. Het is, er wordt niet het mooiste voetbal opgespeeld. Maar als je erop gewend bent te spelen, dan voelt het wel echt als een thuisbasis. Even kort, want voorafgaand aan dit seizoen dacht ik, nou ja, AAC, EMM 21 ploegen die het heel lastig gaan krijgen van zondag naar zaterdag. Nou ja, Henny geeft het al aan, de verbazing is er enigszins, goed bedoeld. Hoe is dat voor jullie zelf, die overgang? Is die zo groot of maken wij ons daar drukker om dan jullie? Nou, wij waren van tevoren ook wel bang, zeg ik eerlijk, dat we misschien bij voorbaat dood en begraven waren en bij de onderste drie gingen eindigen. Ik denk dat wel van ons werd verwacht. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat het niveau me toch allemaal meevalt. En dat wij makkelijk mee zijn gaan voetballen. En we zijn echt een collectief gaan vormen. En we hebben gewoon een aantal jongens die de kar trekken, vind ik. Dus dan. Okay. Daar ben jij er een van? Nou, ik zou dat niet zeggen. Ik mis tegenwoordig steeds meer wedstrijden. En er wordt de laatste twee was ik ook niet. En worden gewoon weer vier punten behaald. Dus zo belangrijk ben je dan niet. Nee, nou dat mag je zeggen. Maar ik hoor van je trainer ook op het moment dat je wel speelt, dat je wel degelijk belangrijk bent. Voorheen scoorde je heel makkelijk bij Bernardus en later bij Voorschoten. Dus misschien nu wat minder, maar dat je toch een completere speler bent geworden. Nou, dat zijn al mooie complimenten van de trainer, denk ik. Ik doe mijn best en ik probeer altijd belangrijk te zijn. En als ik er ben, dan werk ik ook hard voor het team. Dus, ja. Marcel, nogmaals welkom. Afgelopen zaterdag, dompertje? Ja, zeker een domper. Maar als je natuurlijk de wedstrijd rustig analyseert, we hebben anderhalve kans weggegeven. En uiteindelijk verlies je met 2-1. Anderhalve kans, twee goals. Ja, vrije trap waar mijn keeper er niet goed uitziet. Hè. Maar die heeft natuurlijk wel heel veel punten voor ons al gepakt. Hè. Dat kan een keer gebeuren. Ja, de 2-1 is een buitenspelsituatie. Waarbij mijn laatste man met zijn hand in de lucht staat. Maar mijn eigen grensrechter die vlag niet. En voordat hij door heeft, gaat hij pas lopen. En Jelle Schouten, die kan doorlopen, die maakt 2-1. Dus ja, dan kom je precies in het spelletje wat zij willen spelen. En dan wordt het nog steeds lastiger. Wij moeten het van het voetballen hebben. En niet van de lange ballen. En als ze de bal veroveren, snel die bal achter de laatste linie leggen. En dat is wel het spelletje wat zij spelen. Op een veld, klein veld. Ik was heel blij dat we met de rust met 0-1 voor zouden staan. We wisten dat ASC zou komen, dat we meer ruimte zouden krijgen. Ja, dan komen we ook meer in ons spel. Alleen, we kregen vrij snel kregen we de 1-1 om ons oren. Ja, dan weet je dat het lastig is. Is dit dan ook wel een van de wedstrijden, Marcel, waar je misschien wel enigszins tegen opkijkt, gezien de omstandigheden? Dat veel clubs heel lastig hebben bij AC op dat veld, terwijl je het van het voetbal moet hebben? Nee, ik kijk tegen geen tegenstander, kijk ik tegenop. Of dat ik daar denk van, dit wordt lastig. Of wat je wel ziet, waar wij vaak tegen spelen, zijn tegenstanders die heel erg inzakken, die de ruimtes heel erg klein houden. Ja, dat is best lastig om doorheen te voetballen. Ja. Een compliment aan jullie eigenlijk. Nou ja, ik weet niet of dat een compliment is, maar we speelden uit bij Aalsmeer. En Aalsmeer had zich aan ons aangepast, dus het liet ons ook het spel maken. Maar je gaat wel steeds meer als trainer, zeker omdat je nu tegen dit soort nederlagen aanloopt. Ook tegen EMM, die hebben eigenlijk ook alleen maar verdedigd en rond de eigen 16 met 11 man gestaan. Dan weet je wel, ja, dan moet je ook iets anders gaan verzinnen. Ja. Dus, misschien moeten we ook wat meer gaan inzakken en wat meer de ruimtes. Maar hebben jullie plan B of C? Ja, wij hebben zeker een plan B en C. En je kijkt natuurlijk ook morgen weer, kijk je naar afgelopen zaterdag. Wat ging er goed, maar ook wat kan er beter? En moeten we daar misschien iets in gaan veranderen? Maar ik denk dat aankomende zaterdag Oude Water weer een wedstrijd op zich is. Dus, nou, dat is een hele belangrijke, ook gezien de stand, als je die wint, dan kruip je daar weer overheen. Althans, nog wel een wedstrijdje meer gespeeld dan Oude Water. Ja. Want de ambitie vooraf, is dat ook echt kampioen worden?
Nee, absoluut niet. Wij zijn, kijk, dat is misschien... Omdat dat een beetje leek zo allemaal. Denk ik, nou, of ja, is er misschien wel één? Nou, dat woord heb ik nooit gesproken, hoor. Kijk, wij zijn uit de derde klasse gekomen. Dus wij zijn gewoon heel erg blij dat we nu goed mee kunnen doen. Dat die verwachtingen er zijn, kan ik eigenlijk niet in vinden. We spelen tegen veel clubs die al jaren op tweede klasse niveau spelen. Wij komen daar net kijken. Wij proberen natuurlijk een bepaalde manier van voetbal te spelen. Ik denk dat het heel erg moeilijk is. Hè. We willen het spel maken, we willen hoog druk zetten. Dat is iets wat, denk ik, persoonlijk goed bij jou past. Ook met jouw achtergrond om zo te voetballen. Absoluut. Ik ben wel een trainer die vaak vanuit het aanvallende denkt. En dat heeft ook puur met mij te maken als speler, hoe ik ben geweest. Ja. Ik denk dat je als speler het leukste is om dat voetbal te spelen. In plaats van 90 minuten achter een bal aan te rennen. En dat zie je wel vaak bij de tegenstanders waar we tegen spelen. Dus ik heb daar enorm veel respect voor. Wat ze qua energie op de mat kunnen brengen. Je bent daar toch over het nadenken van... Ja, misschien moeten we ook wel iets meer de ruimte aan de tegenstanders... om zelf voor onszelf ruimte te creëren. Om een beetje in die, ja, ik noem het een soort trend, mee te gaan. Ja, ik zie jou knikken, Alex. Jij bent het helemaal eens met Marcel en zijn visie? Ja, tenminste, het is een goed voetballende ploeg, Alf, ja. Dat heb ik ook gezien. Maar ik merk wel steeds meer dat in onze klasse de ploeg die voetbalt... dat die nog best wel vaak het onderspit delft aan het eind van de wedstrijd. Dus ik denk dat dat wellicht een tactiek is om ook te overwegen soms. Ja. Ja, aan de andere kant, Marcel, ik spreek je natuurlijk regelmatig op zaterdag. En ik heb jou al diverse keren horen zeggen aan het einde van de middag, begin van de avond... wat heb ik verschrikkelijk genoten van mijn ploeg. Dat is ook heel waardevol voor een trainer, denk ik. Ja, zeker wel. Maar het staat natuurlijk wel vaak gekoppeld aan resultaat. Ik denk het voetbal dat wij spelen... en als dat ook het positiespel op de helft van de tegenpartij... waar de ruimtes klein zijn. Je ziet dat we dat bij Vlaag ook wel heel goed kunnen doen. Ja, en als je dat dan op een steeds in bepaalde periodes van wedstrijden langer kunt gaan vasthouden, ja, dan zie je wel voor je trainer daarin erkenning, hè, met wat we aan het trainen zijn en wat er ook uitkomt in de wedstrijden. Ik denk dat we er Esto uit een heel hoog niveau hebben gehaald. Alleen ja, je vergeet jezelf te belonen door je kansen af te maken. En nu zie je wel tegen EMM en AC dat je eigenlijk helemaal niet veel kansen creëert, omdat je niet dat veld, dat niveau kunt halen qua positiespel. Dus ja, dan ben je toch wat nadenken van hoe zouden we dat kunnen verbeteren. Ik kan me toch voorstellen dat dat heel lastig is, omdat je vanuit jezelf anders zou denken. Dus je moet je gaan aanpassen, maar je staat er prima voor in de competitie. Aan de andere kant zou je zeggen, ja, we komen net uit de derde klasse, we doen het prima, we blijven het lekker zo doen. Een balans daarin vinden. Ja, absoluut. Dat maakt je een toptrainer als je die vindt. Ja, goed, dat is natuurlijk altijd de uitdaging waar je naar op zoek bent. Maar je bent altijd in overleg met je team van hè, wat is het beste, hoe kunnen we dit gaan pakken. Want hun merken dat zelf ook wel. Dat zit ook in dubio op sommige momenten. Moeten we nou zo blijven gaan, ja. Druk zetten? Of... Ja, op zich, dat is wel de keuze die je moet maken. Dus je bent ook wel een aantal tactische aanpassingen ben je aan het doen met je team. Om toch te kijken van hoe zouden we dan kansen kunnen creëren. Ja, dus ook meerdere varianten in het aanvallen te bedenken. Zeker is al dat jullie in het linker rijtje gaan eindigen. Dat gat is al best groot. Je zit kort op elkaar. Remco heeft dan over kampioenschap. Nou, dat gaat mij persoonlijk wat ver als je net gepromoveerd bent. Aan de andere kant hebben jullie vorig jaar ook enorm veel complimenten gehad in de derde klasse. En je weet al dat je sowieso na competitie speelt. Dus wat dat betreft, het gevoel moet wel enorm heerlijk zijn... Afgelopen zaterdag dan minder, maar... Ja, natuurlijk, als je de wedstrijden verliest, dan is dat het gevoel wat minder. Ik denk dat de verschillen in deze competitie gewoon heel erg klein zijn. Wij hebben de laatste wedstrijd voor de winterstop bij TVV gespeeld. Als wij 2-0 achter staan met de rust, dan weet je dat je het heel erg moeilijk krijgt. TVV had de grootste kansen. Dus ja, ik heb eigenlijk nog geen één tegenstander meegemaakt van zeg, nou, daar winnen wij even makkelijk van. Dus ja, en je ziet ook in de uitslagen dat het elke week weer anders kan zijn. Dus om ons niet gelijk te garanderen dat wij bij de onderste 6 ploegen wegblijven. Dat blijft voor ons gewoon de doelstelling. Dat wij periodekampioen zijn is gewoon een heel mooi toetje. Maar dat betekent wel dat je bij die onderste 6 ploegen moet wegblijven. Dus ja, dat betekent ook dat je elke week keihard moet werken en moet gaan voor een goed resultaat. Alex, jullie trainer gaat weg, Jesper Neutenboom. Ja. Zat goed op zijn plek, maar de club kiest anders. Hoe zit jij erin? Hoe is jouw omgang ook met hem? Ja, mijn omgang met de trainer is prettig. Maar ik ben er ook pas nu echt precies een jaar bij AC.
De andere jongens die hebben nu al bijna 3 jaar gehad en ook in de coronajaren. En ze zeggen toch wel vaak dat na 3 jaar een beetje de rek bij een trainer eruit is op een spelersgroep. En de spelersgroep heeft toen ook wel aangegeven samen met bestuur om misschien ook verder te gaan kijken. En dat doet niks af van Jespers prestaties, denk ik, en hoe het team naar hem kijkt. Ja, een enorm gedreven, serieuze trainer, denk ik. Klopt, heel serieus, heel gedreven en wil echt zeker verdedigend alles tot in de details uitwerken. En, daar zie je dat ook zeg je met een bepaalde toon? Ja, nee, dat is juist heel goed. Ik denk dat dat heel goed is als trainer. Ja. En daardoor spelen wij wel heel compact en krijgen we weinig tegendoelpunten. Dus ja, het werkt wel. Maar het is ook waar zijn hart ligt. Hij is jarenlang op aardig niveau verdediger geweest natuurlijk. Precies, precies. Dus dat is ook helemaal niet gek. En daar ligt denk ik ook zeker zijn kracht als trainer. En daardoor spelen wij ook als collectief heel goed verdedigend. Hey, als er nou een nieuwe trainer komt en die gaat iets anders denken, iets aanvallender. Hebben jullie daar de ploeg voor nu, de selectie, aankomend seizoen? De enige wedstrijd dat wij echt heel goed aan de bal waren, dat was thuis tegen Donk. En toen verloren we 3-0. Maar toen misten we 7 keer 1-1. Dus ja, ik weet het niet. Dat is dan een beetje een anticlimax. En kijk, we spelen nu al heel lang 4-4-2. Ik weet niet of de nieuwe trainer 4-3-3 wil spelen. Maar we hebben geen buitenspelers. Dus dat is een beetje de complexe situatie, naar mijn mening. Er zouden er misschien 1 of 2 kunnen, maar nee. Heb jij al contact gehad met de nieuwe trainer, Stefan Kraaivanger? Nee, hij is net aangesteld. Ik weet wie het is, maar daar houdt het ook bij op. Dus ik ben heel benieuwd. Zijn er al wel afspraken gemaakt om een keer 1-op-1 te gaan zitten binnenkort? Of? Ja, binnenkort gaan we inderdaad volgens mij 1-op-1 allemaal zitten. Of tenminste als spelersgroep met hem om de tafel. Maar volgens mij hoor ik dat morgenavond hoe dat precies gaat. Dus daar durf ik geen uitspraak over te doen. Oké, helder. En als hij jou vraagt 1-op-1 naar de wensen van jou voor volgend seizoen? Wat geef je hem dan als antwoord? Ja, ik ben... Hoe zou jij het graag zien? Ja, dat is altijd een ingewikkelde vraag. Nee, ik ben heel transparant naar trainers toe. Dus ik heb het ook tegen Jesper aan het begin van het seizoen gezegd. En toen ik hier kwam, ik ben een 4-3-3 nummer 9. Dat vind ik mezelf. Zo heb ik altijd gespeeld. Ik heb ook altijd bij teams gespeeld die bovenin meededen. Dus eerst vroeger bij Bernardes met Marcel als trainer in een lagere klasse. Toen bij Voorschoten kampioen geworden in de zaterdag tweede klasse. Ook als spits een 4-3-3 nummer 9. En ik speel toch wel liever met veel balbezit en dan als centrumspits. Ja, dan moet je misschien wel naar Alfia toe voor ons seizoen. Nou, hij vraagt het vaker, maar logistiek is dat te complex, vind ik, als ik in Leiden woon. Dus ik blijf lekker bij AC. Nou, daar moet er nog wat op verzonnen worden. Marcel, jij bent nog een jonge trainer, maar toch op een hoop ervaring gezien jouw verleden waar je zo al gezeten hebt. Ik kan me maar zo voorstellen dat jij nog behoorlijke stappen gaat maken de komende jaren. Ligt wel aan de planning. Ik heb nu eerst nog een jaar bijgetekend bij Alfia. Omdat we daar gewoon met een hele grote groep jongens nog een jaar doorgaan. Maar het is uiteindelijk wel mijn intentie om de UEFA te gaan doen. En stage te gaan lopen bij het liefst een tweede divisie club. En dan zien we wel wat op ons pad komt. Ik denk dat je dat niet kunt plannen als trainer. Ik denk wel dat je probeert gewoon je voeten te laten spreken. Dus met resultaten en het voetbal wat je wil spelen. Waar je voor staat als trainer. Ja, dan gaan we wel zien wat er op mijn pad komt. Ja, maar je zegt bewust nog een jaar Alfia, omdat je ook nog niet klaar bent. Want ik voel aan jou met alles dat je nog veel meer uit die spelersgroep wil halen. Absoluut. En ik denk dat er nog heel veel rek in deze spelersgroep zit. Ik hoop volgend jaar nog met een 2-3-tal echt gerichte versterkingen dat we daar nog een stapje in kunnen gaan maken. En dat we het voetbal willen spelen zoals ik het voor ogen heb. Het is gewoon ook een hele erg leuke spelergroep om mee te werken. Waar enorm veel potentie in zit. Ook jonge jongens die er aankomen. Dus er zit enorm veel uitdaging. En vandaar dat ik ook nog een jaar met heel veel plezier doorga bij Alfia. Hey, einde van het seizoen Thomas Duivenvoorde, de trainer van Rijnvogels, jou belt. Ik zou je er graag bij willen hebben als assistent bij Quick Boys. Hè? Ja, je kent de voetbalwereld. Alles kan veranderen dag bij dag. Hang je dan gelijk op of luister je nog wel even dan? Ik luister altijd. Ik moet zeggen dat ik wel benaderd ben door een tweede divisieclub waar ik enorm door vereerd was. Alleen toen had ik al bijgetekend. Ik vind wel als je een contract hebt getekend dat je dat ook na moet komen. Dus ik blijf sowieso nog een jaar bij Alfia. En ik heb natuurlijk 4 jaar bij Katwijk gespeeld, hè, dus Quick Boys, maar op zich moet je daar ook een beetje Nee, maar goed, weet je, dat zijn wel hele mooie kansen om je trainerscarrière op te bouwen. Dus ja, als die in de toekomst er gaan komen, dan zal ik die zeker met beide handen aangrijpen. Ja. Alex, voor jou, wanneer is jouw seizoen en het seizoen van AC geslaagd?
de onderste zes plekken ontwijken. Ik denk dat dat van tevoren de doelstelling was en nu nog steeds. We staan volgens mij nu 7 punten voor op de 9e plek. En wat mij betreft kan het grat niet groot genoeg worden. Dus ik hoop dat het snel nog groter wordt en dat we dan een beetje veilig naar boven kunnen kijken. Maar die ambitie die is er nog niet echt. En jij zelf toch ook wat vaker gaan spelen? Of? Ja, ik hoop wat vaker te gaan spelen. Maar dat komt een beetje door werk dat ik nog 2 wedstrijden ga missen. Maar de laatste 7 op rij ben ik erbij. Dus dan hoop ik weer belangrijk te kunnen zijn voor de ploeg. Okay. Heren, ik wil jullie danken voor jullie komst. Succes beide aankomende zaterdag. En we blijven jou zeker ook volgen, Marcel, met je trainerscarrière. Of je wil of niet. Of je wil of niet, ja. Dankjewel.